Ja, moet ik hebben, zus. Krijgen we nou weer? Zo makkelijk kom je hier niet binnen. Is dat jouw verhaal? Mijn verhaal, ik weet niet wie je bent. Zo gaat het in het land, hè? Liegen en bedriegen. Verhaaltjes vertellen terwijl je eigenlijk wat anders bedoelt. Zo hou je ze wel in de tang, hè? Met angst. Door ze bang te maken. Zo doe jij dat. Oké, mag ik hier mensen hebben? Zij heeft recht op haar eigen mening. Wie zij? Die beeldhouwster. De beeldhouwster van het monumentje van je. Het monumentje van de vrijheid. Ach, goed, ja, dat schaap. Aubergine vleugels van marmer. Zij heeft geen eigen mening meer, omdat ze geen eigen mening meer kan hebben. Omdat ze alleen op haar angst heeft. Zo doe je dat, hè? Eerst schiet je er vol met angst en vervolgens oogst je die angst. Het is het oogst van de angst. Het land van de oogst. Het loon van de angst. Ze doet toch ook met die stemmen van je? Eerst zeggen, die buitenlanders, ze vreten ons land op. En vervolgens krijg je al die voorkeurstemmen. Zo gaat het toch? Red ons! Red ons! Het is pure chantage. En dat neem jij terug. Afvoeren dat wij. Checken of ze Nederlands is. Straks is de rare voorraad, dat zal me niks verbazen. En dan weg ermee, begrepen? Heks. Hoer. Alsof jij zo'n Nederlands bent. Oké. Tot gedaan, hoor. Tot gedaan.